kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik een video die ik volgens mij nog nooit gedaan heb. Ik ga vandaag namelijk een self-care, self-love, voor jezelf zorgen dagje hebben. Ik ga nog heel lief zijn voor mezelf. Ik ga dingen doen waar ik me goed bij voel. Dingen doen waar ik mentaal van opknap. Mezelf rust geven. Mezelf een soort van een reset geven. Dat ik me weer fijn voel, goed voel en het allemaal net wat lekkerder gaat. Ik heb gisteren namelijk een heftig dagje gehad. Ik heb 2 therapieën op 1 dag gehad. En dat valt bij mij best wel zwaar. Dat is best wel heftig. Dat heb ik eigenlijk ook nooit, maar toevallig gisteren wel. En ik heb vannacht heel slecht geslapen. Ik had er gewoon echt last van, zeg maar, dat het best wel heftig in mijn hoofd was. En ik stond vanochtend op en ik dacht, oh nee, ik heb zo geen zin in deze dag. En toen dacht ik, dit gaan we niet doen. Als we geen zin hebben in deze dag, gaan we onze gedachten omzetten in positiviteit. En we gaan juist proberen deze dag fijn voor mezelf te maken. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Ik ga vandaag lekker lief zijn voor mezelf. Rust nemen, dingen doen waar ik me fijn bij voel. Goed voor mezelf zorgen. Mezelf even een keertje voorop zetten. Ook vind ik dat best lastig, we gaan het wel doen. Ik ga jullie meenemen in vandaag met wat ik op zo'n dag doe. Wat ik fijn vind om te doen. Dit kan natuurlijk bij iedereen anders zijn. Maar voor mij is hetgene wat jullie dadelijk gaan zien wat werkt. Misschien is het voor jou anders, dat is helemaal prima. Maar ik ga jullie direct laten zien hoe ik zo'n self-care dagje heb. Dus laten we lekker starten met de video en heel veel kijkplezier. En laten we naar beneden gaan en een heerlijk ontbijtje maken. Een maatje. Je bent een knuffelkontje, jij. Max moet altijd even knuffelen 's ochtends. Dat is echt zo schattig. Dan komt hij helemaal naar je toe gelopen. Dan gaat hij net zo lang tegen je aanhangen tot hij zich gaat knuffelen. Kijk. Oh, dan heb ik een pootje van jou. Kijk, een pootje van jou. Kijk, nou zit hij te kijken waar hij heen. Moet je? Dat kan toch niet? Ik kan toch niet heel de dag met jou knuffelen, Maxje? Kijk, komt hij weer. Met een heerlijk appeltaart havermoutje. Kort voor 12. Ik heb echt een heerlijk rustig ochtendje gehad. Ik heb net even mijn haar gesteld, want ik vind het altijd leuk om te doen. En ik doe eigenlijk nooit echt iets met mijn haar. Dus ik dacht, weet je wat, vandaag gaan we mijn haar stylen. Ga ik even heerlijk lezen en schrijven. Op een of andere manier word ik daar echt heel erg rustig van. En lezen is heel erg fijn, omdat ik lees dan even van die zelfhulpboeken. En daar leer ik eigenlijk altijd wel iets van. En dat geeft je net even zo'n positieve kick. En ik vind het gewoon altijd heel fijn om in die boeken te lezen. Dus we gaan lekker schrijven, lezen en wat we daarna gaan doen, dat weet ik nog niet. Maar we gaan het rustig aan op vandaag, dus dat zien we nog wel. Ik heb trouwens een 2e koffietje gepakt, ik vond hem zo lekker, ik wilde er nog één. Soms is lief zijn voor jezelf, doen wat je nodig hebt om te komen waar je wilt zijn, ook als je er geen zin in hebt. Ik heb mijn softbox aangezet en mijn statief neergezet. Ik heb namelijk zin om TikToks op te nemen. Dus dan gaan we dat doen. Zoals jullie weten ben ik de laatste tijd meer van de TikToks. Als je me wil volgen, dit is mijn account. Ik was er eerst eigenlijk helemaal niet van. Maar toen op een gegeven moment begon ik het ineens heel leuk te vinden. Dus dat is lekker wat we gaan doen. Gewoon even afleiding bij de TikToks zijn en niet in je koppie. Dat is wat we gaan doen. En ondertussen ga ik even dit reepje choppen, want ik heb een beetje trek. Proteïnreepje. Ik heb eigenlijk echt zin om mijn nagels te doen. Maar ik ga zeg maar donderdag iets heel leuks doen. En daarvoor ga ik toch weer andere nagels opdoen. Dus dan heeft het eigenlijk ook niet echt zin. Zal ik het wel gaan doen? De levenskeuzes zijn moeilijk. Gewoon mijn haar gesteld. Skincaretje gedaan. Nieuwe nageltjes op. Zijn weer helemaal fresh om het weekje te beginnen. Ik heb trouwens deze pet op. Want als ik zeg maar mijn haren 's ochtends heb gewassen zoals ik vanochtend heb gedaan. Dan is mijn haar echt ontploft bovenop. Nee, ik doe het lekker zo. Yeah.
Ik heb eventjes een lekker lunch gemaakt. Kwark met banaan, lauwbessen, speldpuffs, pompoentjes en van die siroop voor mijn protein. Daar had ik zin in, een soort tweede ontbijtje in plaats van brood. Ik had echt een zin in brood. Dus dat ga ik nu lekker opeten. Met een lekker videootje op YouTube. Lekker chillen, want dat is waar ik op dit moment zin in heb. Dus ik ga hier even lekker van genieten. Ik heb mijn lunch op en ik heb even zin om iets actiefs te doen. Ik wil eigenlijk gaan wandelen, maar het regent buiten, dus daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dus ik ga even lekker een workoutje doen. Ik voel me er altijd heel fijn door, omdat mijn lijf dan gewoon wat losser is. Vooral mijn rug, waardoor ik ook minder pijn heb. En sporten maakt een stofje aan, waardoor je je gelukkiger gaat voelen. En dat stofje is wat ik vandaag even extra nodig heb. Dus we gaan lekker sporten. Ik heb dit weekend nieuwe dumbbells gekocht. Ik had kleintjes. Dit is 1,5 kilo zijn deze. Nou, dat doet echt helemaal niks meer, want daar ben ik gewoon, hoe noem je dat, uitgetraind of zo. Oké, daar kan ik net zo goed niks vastpakken. Ik heb echt idee dat ik nou niks in mijn handen heb. Dus ik heb 5 kilo gekocht. In de sportschool had ik de laatste keer geloof ik op 4, maar ik wil heel graag naar 5. Dus ik dacht, ik koop 5 en ik ga gewoon trainen met 5. Ik heb er natuurlijk 2, dus ik ga even lekker een workoutje opzoeken die ik kan doen. Dan gaan we even lekker sporten. Het duurde 30 minuten. Ik ben helemaal buiten adem. Mijn hele armen zijn slap. En ik stond gewoon te trillen op mijn benen. Ik heb niet alle oefeningen gefilmd. Maar ik heb nog wel een tip voor de mensen die ook rugproblemen hebben. Ik heb namelijk dat ik best wel wat oefeningen die ze in YouTube video's doen. Dat ik die niet echt goed kan doen vanwege mijn rug. Omdat het gewoon te veel pijn doet. Of omdat ik die beweging niet kan maken. Wat ik dan meestal doe is gewoon mijn eigen oefening pakken. Die dezelfde spiergroep pakt zeg maar als dat ze in de video doen. Maar dan kan ik hem dus wel doen. En zo hou ik toch de hele video vol. Maar dan zeg maar een beetje op mijn eigen manier. Dus dat is wat ik doe, omdat ik gewoon niet anders ga doen. Ik ben nu helemaal stuk. Ik ga even water drinken. Ik heb ook echt zin in een lekker ijskoffietje. Maar dat ga ik zo meteen pas doen. Ik moet namelijk even naar mijn broertje school. Dus 20 minuten rijden. Die moet ik even ophalen. En dan weer terug. Dus dat moeten we even doen. Even lekker auto rijden. Ik heb ook wel zin in. En dan gaan we daarna weer lekker verder met de dag. Ik heb chocoladepepernoten te eten, maar we gaan even een heerlijke ijskoffie maken met amandelmelk. Want daar heb ik zin in. Wandelen is toch zo fijn, je kan echt gewoon heerlijk je hoofd legen. Even lekker van de natuur genieten. Kleine geluksmomentjes. Maar wandelen voelt me altijd echt gewoon een stuk beter. En nu regent het ook niet meer, dus ik dacht ik ga lekker naar buiten. Lekker even wandelen, frisse neus halen. Echt heerlijk. Dag. Ik was het even vergeten te filmen. Maar ik heb gisteravond nog een soort van motivatiebord voor mezelf gemaakt. Met allemaal foto's die ik zelf gemaakt heb. Bijvoorbeeld wat een fijne dag was of waar een bepaalde leuke gebeurtenis bij zit. Met wat quotes er tussendoor. En motivatie dingen zeg maar die mij gelukkig maken heb ik allemaal in één soort moodbord geplakt. Ik zal hier even de foto neerzetten hoe die geworden is. En dit heb ik op mijn achtergrond gezet zodat ik iedere dag geremind wordt van dit waren de positieve dingen. En dan heb je toch weer een soort van geluksmomentjes elke keer dat je dat ziet. Dus dat is nog even een tip van dat jij dat ook kan doen. Zoiets maken, het is helemaal niet lastig. Ik had het denk ik binnen een half uurtje of zo gemaakt. Misschien nog wel eerder.
Maar het ziet er gewoon heel erg leuk uit en het motiveert je. Dus dat wilde ik nog eventjes laten zien. Dan was dit ook weer de video. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Dat jullie het een leuke video vonden. Als nou zoals ik even een duim omhoog, vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!